Goedendag, het is vandaag vrijdag 27 mei 2022. Het is misschien wel een herrie hier met al dat water. Maar dat wordt straks waarschijnlijk alleen nog maar erger. Want we zijn zeg maar aangekomen bij de Kringlerwasservallen. En we moeten nog even een klein stukje lopen hier omhoog. Nou, we zijn eigenlijk net begonnen aan ons... aan onze klim richting de waterval. Maar vanaf dit punt heb je al een enorm mooi uitzicht hier op al dat natuurgeweld wat hier naar beneden aan het komen is. En hier kun je helemaal zien hoe heftig het hier tekeer gaat. Hier word je ook nat, dus de camera zal het wel op druppels gaan ontvangen. We gaan het toch even snel bekijken. En we zien zelfs een regenboog. Kijk eens aan. En we zijn weer een klein stukje hoger gekomen. En ook hier word je nat van de waterval, op dit punt. We gaan nog een klein stukje klimmen en dan doen we daar naar boven, naar die hut. Dit is ons hoogtepunt van vandaag, oftewel het hoogste punt waar wij naartoe lopen. Je kunt natuurlijk nog een stuk hoger lopen, dat zien jullie daar boven nog. Maar hier houdt het eventjes op, we hebben tot 1306 meter gelopen. Achter ons hebben we nog een mooie hut en een mooi terras. Dus daar gaan wij even op om vervolgens nog later de dalafdaling weer te gaan maken. Ja, jullie zien het hier staan. Wij zijn aan het einde gekomen van ons rondje hier bij de Kringler watervallen. De borden die je hier kan lezen, die staan allemaal eigenlijk op Auvierzeen. En dat zal ook best nog wel een keertje gebeuren. Nou, ik zeg nog steeds jongens en meisjes en dames en heren. Het is nog steeds een aanrader om hier bij dit soort weer toch eens een kijkje te gaan nemen. Wij hebben het maar tot de helft gedaan. We hadden niet meer tijd. Maar wie weet ooit nog eens een keertje helemaal naar boven toe. Ja, en met deze woorden ga ik weer afsluiten. En ik zeg maar weer de groeten.